Deze route door een deel van Carinthië en een puntje Oost-Tirol begint in Spitaal aan de rivier de Drouw. Het stadje is ontstaan uit een ziekenhuis, hospitaal, dat hier in 1191 is gesticht en dat er de naam aan heeft gegeven. Het centrale punt in Spitaal is het slot Portia. Het is een van de belangrijkste renaissancepaleizen in Oostenrijk die naar Italiaans voorbeeld zijn gebouwd. In de prachtige binnenhof met trappen en galerijen geeft men in de zomer toneelvoorstellingen en concerten. De bovenste verdiepingen van het slot zijn ingericht als Heimatmuseum. In de klas uit vervlogen jaren wordt iedereen weer even kind. Een rijtje skis toont de ontwikkeling van dit in de winter onmisbare middel van vervoer. S'avonds zit de binnenhof vol bij een toneelopvoering in een historische sfeer. Vlakbij Spitaal ligt de fraaie Millstätterzee, een langgerekt meer omgeven door beboste bergen. Van bovenaf is er een goed zicht op het dorpje Millstätt, waar de torens van het oude stift bovenuit steken. Ooit was het stift een abdij, nu dient het wereldlijke doelen en de kerk is parochiekerk geworden. Het fresco dat oorspronkelijk links van de ingang was geplaatst, is in 1963 naar binnen verhuisd en dit laatste oordeel van Urban Götschacher is nu te zien ten zuiden van het altaar. De kloostergang herinnert nog aan de tijd dat de monniken dit stift bewoonden. In de binnenhof naast de kerk dient een afbeelding van de heilige Sebastiaan als zonnewijzer. De niet al te hoge bergen in dit gebied zijn ideaal om te paragliden, met een bestuurbare parachute heerlijk vrij naar beneden zweven. Je kunt er een cursus voor volgen en misschien is dat een spannende manier om je vakantie door te brengen. Wie het vliegen niet hoeven te leren, zijn de roofvogels van Landskroon. Ze wonen bovenop de ruïne van dit middeleeuws kasteel. Een paar keer per dag geven ze een vliegshow. Behalve adelaars zijn hier gieren, valken, kiekendieven en deze grote uil, de oehoe. Speciaal voor u willen trainer en adelaar wel even poseren voor de camera. Een heel apart museum is dat van de overleden poppenmaakster Ellie Riel. Met lapjes, watten, naald en draad portretteerde zij de mensen in haar omgeving. Bijvoorbeeld deze bruiloftstoet. Maar het zijn vooral de kinderen die ze het meest treffend heeft afgebeeld. Villach, ook aan de rivier de Drouw, is de poort naar het zuiden, naar Slovenië tegenwoordig. Het is de grootste stad op deze route. De Hauptplatz vormt het geanimeerde centrum met winkels, terrassen en hotels. Van lang geleden getuigen de plaquettes van twee beroemde Villacher artsen, vader en zoon Paracelsus.
Het museum van de stad heeft een mooie binnenhof. Een opvallend stuk hier is de Prangerstein. Een stenen schandpaal waarop als een soort stripverhaal diverse straffen zijn uitgebeeld. Oren weggesneden, ogen eruit en handen eraf. Het eerste deel van de route liep van Spitaal naar Villach. Vandaar gaat het westwaarts, door het dal van de Gail naar het dorp Hermagor. De ruïne van de burcht Finkenstein is tegenwoordig een restaurant en een openluchttheater met een prachtig uitzicht. Sleetje rijden in de zomer, en dat kan nog misgaan ook. Maar meestal gaat het goed en is het zomerrodelen een genoegen voor alle leeftijden. Hoog op de bergweide grazen zomers de koeien van diverse boeren. Boer Neuwirth zorgt dan voor ze en maakt van de melk de beroemde almkäse. Dagelijks keren en na 6 maanden is de kaas klaar voor de verkoop. Op het Nasveld, hoog in de bergen op de grens met Italië, is een klimschool voor kinderen. Al vanaf heel jong leren ze hier onder leiding van een echte berggids wat je moet doen om een berg te beklimmen en welke uitrusting je nodig hebt. Goed zo. En is die hand rechts raus op het Fels drauf. Ja. Goed zo. Oh. Der Kletterrad ist dafür gerichtet worden, dass speziell für Kinder ist die angelegt worden, damit die Kinder da spielerisch das erlernen können, das Klettern praktisch in die Klettergrundschule eingeführt werden und mit Spaß da Sicherheit kriegen und die richtige Übung für die Berge dann da richtig vorbereitet werden praktisch. Und die Kinder können da praktisch ab 5 Jahren können die Kinder da klettern. Und ist das praktisch präpariert worden. Von 5 bis 10, 11 Jahren, je nach Körperstatur und Gelenkigkeit. Mede vanwege het milieu doet men in Oostenrijk er veel aan om het fietsen te bevorderen. De hele route van dit programma is ook makkelijk per fiets te doen, omdat die bijna helemaal langs de rivieren loopt. En daar zijn veilige fietspaden aangelegd. In deze streek is bijna elke kerk voorzien van fresco's. En heel vaak staat daar dan Sint Christoffel op, de reus die mensen over de rivier bracht en onbewust zo ook het Christuskind op zijn schouders droeg. Hij is de patroon van de reizigers. En zo'n beschermheilige kun je hier ook wel gebruiken, want naast gewoon wandelen door zo'n kloof, kan dat ook met een nieuwe spectaculaire sport, canyoning. Een beetje conditie moet je natuurlijk wel hebben, maar dan is canyoning heel spannend. En het is een fantastisch gevoel om zo eenvoudig een waterval te nemen.
Even kijken waar we zijn. Van Hermagor komen we via Maria Lugau in Oost-Tirol en gaan dan naar de stad Lienz. Het landschap in dit Lezachtal is schitterend. Aan de huizen is te zien dat Tirol naderbij komt. Meer houtsnijwerk en meer versiering. Onderweg kom je hier vaak een bildstock tegen, een stenen zuil met religieuze afbeeldingen. Het zijn herkenningstekens voor pelgrims. Maria Lugau is een bedevaartsplaats. Maar daarnaast is het dorpje befaamd om zijn watermolens. Vroeger stonden er wel 100. Nu werken er nog 5 die nauwgezet onderhouden worden. Eén en dezelfde bergbeek drijft ze allemaal aan. Het verbruikte water wordt in een goot naar de volgende molen gevoerd. Het aan- en uitzetten gaat op een simpele, maar uiterst efficiënte manier. Bij bepaalde belichting is het landschap haast onwerkelijk. Bijna een schilderij. Op de boerderijen hier zijn nog vrolijke dieren te zien. Varkens bijvoorbeeld, die er duidelijk niet de pest in hebben. Lienz, de hoofdstad van Oost-Tirol, is een erg gezellig stadje. Veel terrassen, vrolijke mensen. Een bijna Italiaanse sfeer. Aan de Hauptplatz staat het 16e eeuwse slot Liebburg met zijn uientorens. Nu is hier het raadhuis van de stad. Iets buiten het centrum ligt hoog op een rots slot Broek, stammend uit de 13e eeuw. In de toren van het slot, de geheel met fresco's beklede kapel van de drievuldigheid. De ruime troonzaal heeft een balkenplafond dat helemaal beschilderd is. De schilderijen van Albin Egger Lienz zijn hier permanent te zien. Van een heel precieze detailist heeft deze kunstenaar zich steeds meer ontwikkeld tot iemand die aan enkele streken verf genoeg heeft om heel krachtige beelden neer te zetten. Om deze dode Christus is Egger Lienz bijna de katholieke kerk uitgegooid en in zijn laatste schilderij is één streep genoeg voor een uitdrukkingsvol gezicht. Lienz ligt aan de rivieren Drouw en Isel en beide zijn onstuimig genoeg om er kampioenschappen wildwatervaren te houden, zoals hier op de Drouw. Wandelen hoog in de bergen is een andere activiteit. Je kunt hoog beginnen, want kabelbanen brengen je naar de al meer dan 2000 meter hoge Steinermandel. En vandaar kun je nog hoger gaan of teruglopen naar de stad.
De kerk van de heilige Andreas heeft een paar bijzonderheden. Bijvoorbeeld de aparte deurkrukken, het uitbundige barokaltaar en de beelden en schilderijen in de zijbeuken. Maar in de crypte staat een echte bijzonderheid. Een prachtige houten Pieta uit 1400. Ook heel apart is het kerkhof dat door arcade is omsloten. Op dit kerkhof ligt wat achteraf ook de kapel waar de schilder Egger Lienz is begraven. De kerk was daar wat verlegen mee, want lange tijd was de kapel voor niemand toegankelijk. Het laatste deel van de route gaat door het Drautaal. Met een kleine zijsprong bezoeken we de Weissensee en keren dan terug naar Spitaal. Onderweg reizen de kale, dreigende Lienzer Dolomieten op. Op de Drouw zelf kun je toeristisch kanoën, lekker met de stroom mee Carinthië invaren en je vanaf een bepaald punt weer laten ophalen. Wie helemaal niets wil doen en toch mooie dingen zien, kan de trein nemen van Lienz naar Spitaal, die steeds vlak langs de rivier rijdt. De Weissensee is het hoogst gelegen meer van Carinthië en ligt op 930 meter. Voor menig Nederlander ook bekend door de alternatieve Elfstedentocht. Door een bepaalde bodemgesteldheid is het meer aan de randen wit, vandaar ook de naam. Zorgvuldig beheer, met veel aandacht voor het milieu, hebben de Weissensee de Europese prijs voor het milieu opgeleverd. De aantallen inwoners en toeristen worden bewust beperkt om het gebied te beschermen. Langs het grootste deel van de oever loopt alleen een wandelpad en er mag niet worden gebouwd. Op het meer mogen alleen de rondvaartboot en de politie een motor gebruiken. Deze regeling geldt trouwens voor de meeste meren in Carinthië. Zingen in klederdracht hoog op de bergweide, ook dat is Oostenrijk. Trouwens, ook een openluchtkerkdienst is voor menigeen een leuk doel van de ochtendwandeling. En je hoeft er niet, zoals in een gewone kerk, op een droogje te zitten. Onze Singgemeinschaft Weissensee fungeert in de dienst als koor en als begeleiding van de gemeente. We hebben het toch erlebt in deze wochen en dagen. We erleben het toch immer wieder neu, dieses schöne Geschenk unseres Gottes. Lobet und preiset ihr Völker, den Herrn, freiet euch seine und dienet ihm gern. All ihr Völker, lobet den Herrn. Hoog tegen de bergen tussen de bomen ligt het kleine Sint-Joriskerkje van Gerlamoos. In het dorpje eronder moet je de sleutel halen.
maar dat is de moeite waard. Want al staat er weer een reuze Sint-Christoffel op de gevel, binnen is de schat te zien. 30 meesterlijke fresco's bedekken de noorderwand. Ze zijn in 1470 geschilderd door Thomas van Villach. De bovenste rij van dit meesterwerk beeldt de legende van Sint Joris uit. Daaronder gebeurtenissen uit het leven van Jezus. Aandoenlijk is het beeld van de gekruisigde die een schoen verloren is. Vlak voor Spitaal is een Romeinse vesting opgegraven, Te Urnia. Daar lag ook een basiliek uit de 5e eeuw, waarvan men de schitterende mozaïekvloer heeft weten bloot te leggen. In een gebouwtje naast de vloer is een klein museum ingericht met voorwerpen uit de Romeinse tijd. Wat is Oostenrijk zonder zijn klederdrachten en muziekkapellen? Alle Oostenrijkers en dus ook de Carinthiërs zijn hier trots op en laten ze bij elke gelegenheid bewonderen. Carinthië is een mooi en lieflijk deel van Oostenrijk waar je op je gemak kunt genieten van bergen, bossen en meren. En je kunt je er ook met spannende en inspannende sporten bezighouden. Kortom, een land voor iedereen. Van zojuist wordt uitgebreid beschreven en in kleur geïllustreerd in dit boek. Ook de andere routes van Weg van de Snelweg Europa staan erin. Bestel het door €14,95 over te maken op Giro 6-5x0 van de NCRV in Hilversum. Vermeld Weg van de Snelweg Europa 1998.